Het is tijd voor de verkiezing van het doelpunt van de maand oktober. Vele prachtige doelpunten zijn er gevallen en via facebook.com/afcajax kunnen jullie stemmen op de allermooiste van de afgelopen maand. Akolatse had hem aan moeten nemen. Nog steeds Akolatse. Zo, dat doet hij goed zeg. Draait weg bij Bleker en bij Daniels. En dit is een fantastische goal. Akolatse. Zijn derde van het seizoen. Daniels en Bleker en weg. En hij prikt hem binnen in de lange hoek. En zo is de wedstrijd gelopen. Dit is James F. Morfidis met een prachtige actie. En het is 2-2. Wat een actie van F. Morfidis. En wat maakt hij het beheerst af. Paas van achteruit is mooi. In de richting van Che Nunnally. Nunnally geeft hem heel mooi mee aan Donjel Malen. En die haalt uitstekend uit. 1-0 voor Ajax. Een prima doelpunt na een kwartier spelen. Donjel Malen, Che Nunnally, allebei overgekomen uit de C1 van Ajax. Eerstejaars beetjes. En zij zorgen dus voor de voorsprong. Kiesna. Martina verdedigt wel mee, maar is dat goed genoeg? Voorlopig niet. Zichtorsson. En die tikt hem erin. Het is 1-1. Dan toch zijn moment. Zijn vierde van het seizoen. Alle andere doelpunten maakte hij in één wedstrijd. Dit is een belangrijke op een belangrijk moment. Geen buitenspel, hij doet het goed. En tikt de bal dan heel leep langs Marsman. Dit is Bazour. Begon zijn carrière in de betaalde voetbal bij PSV. De beweging bij Zivkovic. Zivkovic, goede goal zeg. Nummer 5 van het seizoen voor Zivkovic. En wat doet hij dat goed, de spits van Jong Ajax. De voorzet van Akolatse. Hier is Tjerni, spelend op het middenveld op de plek van Nouri. Tjerni, mooie actie, terugleggen op Elly Drissi. Die legt hem terug op Donny van der Beek en let dan op. Wat een doelpunt van Donny van der Beek. Misschien wel, en wat mij betreft in ieder geval zeker, het doelpunt van de maand. Donny van der Beek. A la Bergkamp, à la Cruijff, noem ze allemaal maar op. Donny van der Beek kan het ook. Weer Tjerni. Een van de uitblinkers bij de A1, Elly Drissi. Gaat hij nu wel scoren? Nu scoort hij wel. Maar wat doet hij dat goed weer. Eén simpele kapbeweging en twee man het bos in. Ziet Frank de Boer, ziet Orlando Trusvoer, vorig jaar nog trainer. En een mooi dansje van Tjerni en Elly Drissi. Hij kan hem afleggen op Karlsson. Moet hem misschien wel afleggen, maar dit is veel leuker. 3-1 voor Ajax. Van der Beek. Rechts gecontroleerd met links doorgespeeld in de richting van Tjerni. Die in de tweede helft in de aanval speelde. Tjerni gaat naar binnen en haalt lekker uit. 5-2. Hij beloont zijn goede spel met een doelpunt. En zo werkt de A1 aan het doelsaldo en weer dat dansje. Van Rijn. En bij de eerste paal Milik. Dat is een echte spitse goal van Arkadiusz Milik. Ajax staat weer op voorsprong na 10 minuten in de tweede helft. Ajax dekt niet kort genoeg. Ja, stand. Dat doen ze goed. Hier is Zivkovic en daar is het raak. 1-1. Dit doen ze heel erg goed. Met dank aan Robert Muric, die Kroaat. De actie was van hem, het pand klaarleggen. Zivkovic maakt zijn zesde. Ga naar facebook.com/afcajax en stem dus op jouw favoriete goal van de maand oktober. En maak kans op 2 kaarten voor Ajax Heerenveen.